per uitzondering zie je wel eens een goede wedstrijd. We moeten toch zeggen dat het saai is en dat het niet goed is momenteel. Geen dat we zien. Kunnen we erover nadenken? Ja, hoe komt dat nu? Dat weet ik niet. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat we een leuk en attractief korfbal kunnen neerzetten, waarbij dat er heel veel dynamiek is in dat spel. En dat gaat voor iedereen veel, veel leuker worden. Als we zien naar de scores dit weekend, dat toont nog maar eens aan. En dat heeft misschien niks te maken met het spel als het gedaan. Ik geef het maar mee. Zet hier niemand niet onder druk, of ik weet het ook niet. Ik geef het maar mee. De scores zijn overal, met uitzonderingen, zeer laag. Ja, als we zien dat er heel veel top league ploegen de 15 met moeite halen, dat we zien dat er heel veel ploegen rond die 10 zitten, ja, dan moeten we toch vaststellen dat er toch ergens een verbetering mogelijk is. Ja, wij denken, ik ben ook lager gaan zien, maar daar werd ik helemaal niet vrolijk van, maar wij denken dat we dus met een verandering in spel daar een verbetering in kunnen doen. Ja. En wij hebben besloten met het CTK, ik niet alleen, maar het CTK, de beleidsheld, om binnen de nationale selecties toch proberen om een leuker spel te gaan neerzetten, waarbij dat we een aantal zaken hoog in het vaandel dragen. En dat is en scoren met iedereen en hoge scores proberen neer te zetten. En daar nou, toch goed mee aan de slag te gaan. Ja, dat zal een klein beetje een rode draad worden in heel de CTK-structuur. En we hopen natuurlijk ook dat opleidingen daar een stukje mee aan de slag gaan. Want de spelers moeten dat ook wel kunnen. Hè. Je moet daar dus vroeg mee beginnen. En dat moet dan zo zo'n doorstart kennen richting de senioren. Heel even kort toelichten waarom dat wij dat doen. We hebben dat al kort besproken. Hè. Binnen de strategie van de Nationaal Ploeg. Hè. De dingen die wij voorop stellen, hè, wat we eigenlijk juist willen. Eentje ervan is balbezit in aanval. Dat is voor ons een belangrijk punt. Hè. Unforced errors en balverlies moet daar dus naar beneden gehaald worden. We willen veel balbezit. We willen veel doelpogingen creëren. Dat zit daarin. We willen veel verplaatsingen in ons aanvalspel. En we willen een heel hoog afwerkingspercentage. Dat gaan we proberen te regelen door de kans te nemen zo kort mogelijk in de korf. En de kansen die we nemen, die willen we nemen met zo weinig mogelijk druk op dat schot. Dus zo weinig mogelijk echt puur duel. En dan gaan we zien dat het percentage automatisch hoger wordt. Dus eigenlijk de betrachting van ons spel door rond die korf te spelen en door de korf de looplijnen in te zetten en zo dus op alle posities, wat heel belangrijk is, de scores te krijgen. En wij zijn ervan overtuigd dat de 3-1 als dusdanig de beste tactische keuze is, hè, hoe dat we het dan gaan neerzetten, voor ons team, om aan die doelstellingen te geraken. Ik ga heel even het woord doorgeven aan Johannes. Ja, nou, dankjewel. Ik ga me niet meer voorstellen, Detlef heeft het al gedaan. Nou, het is, zoals Detlef zei, een discussie over een tactische uitvoering. Dus als je het met de voetbal vergelijkt, groot referentiekader, gaan we 4-3-3 spelen of gaan we 4-4-2 spelen? Nou, wat is goed, wat is fout, daar zit geen verschil. Maar waarom ik vind dat 3-1 de vele mogelijkheden biedt, of beter is dan 2-2, is dat dat meer mogelijkheden geeft tot doelpunten, of mogelijkheden tot doelpunten. En het is een middel waarin je uiteindelijk ook naar een 2-2 fase zou toe kunnen gaan. En dat is misschien een toevoeging wat vooral met name in het spel in België gemaakt kan worden. Er wordt heel veel 2-2 gespeeld. Maar je kan 3-1 gebruiken om naar een 2-2 toe te gaan. Dat zou een toevoeging kunnen zijn. In kader daarvan probeer ik daarin uit te sluiten op de strategie van Detlef. Het is niet geheel mijn visie dat vanavond te zien krijgt. Maar meer dat aansluit voor de Diamonds en uiteindelijk ook op Detlef's spel. Omdat hij daar mee verder doet en omdat de kliniek ook meer aan hem gericht is. Eigenlijk is mijn eerste vraag aan de Diamonds. Wat is het essentiële verschil tussen een 2-2 spel en een 3-1 spel? Wat is het essentiële verschil eigenlijk? Maar twee mensen die scoren niet over? Ja, inderdaad. Je hebt dus bij 3-1 een extra aanvaller. Dat is ook het doel. Op het moment dat je 3 aanvallers hebt, zijn de 3 verdedigers in theorie gericht met hun rug naar de korf. Dus dat betekent dat je op het moment dat je dat moment
drie spelers hebt in de aanvallende positie en die kunnen scoren. Als je daar een variant van maakt, Koos van Dijk in Nederland, die zegt wij gebruiken 3-1 om de rebounder uit te spelen tot als spits. Dat is een variant die aansluit op 3-1, maar ik wil het vanavond hebben over de 3-1 waarin de drie buitenspelers als spitsen worden gesteld. Ik wil niet zeggen dat de rebounder daarin geen belangrijke rol heeft, want daar komt Detlef straks op terug. En er zijn nog een aantal andere verschillen. Wat zijn er nog meer? Waarom zou je nou nog meer voor 3-1 kunnen kiezen in plaats van 2-2? Niet zo statisch. Niet zo statisch. Er moet altijd beweging zijn, dat is een voorwaarde van 3-1. Veel minder voorspelbaar niet. Ja. 2-2 heb je altijd één speler, en dat is meestal degene die in de aanstuur staat, die verdediger kan altijd meekijken. 3-1 kan je meekijken, maar als je dat goed uitvoert, ben je gezien. Dat is de decision making waar hij heel vaak op terug zal komen in besprekingen en in wedstrijden. Dus we hebben het waarom. En we hebben de 3-1 de spelers binnen, de verdedigers met de paal naar de rug. Verrassings, de mogelijkheden. Vergeet ik er nog een aantal? Ongetwijfeld. En we gaan het dan hebben over de ene eigenlijk nu in de 3-1 spel. De rebounder. De rebounder is de verborgen aanvaller of een element die je kan gebruiken om gevaarlijk te worden. Bij PKC hadden wij, in het jaar dat wij kampioen werden, was onze reboundman ondergeschikt. Dus die had of als doel uitstappen, of hij mocht na 8 seconden in de korf blijven staan. En dan werd hij overgenomen. Dan moest hij eruit, werd hij overgenomen. Zodat er altijd beweging is, altijd verrassing is en altijd roulatie is in het spel. En dan maakt het niet uit, we hadden toen mee, we hadden ook de spelers ervoor met Mabel, lange dame, speler als Richard die het kon overnemen. Dus we hadden daarin heel veel mogelijkheden. Wat het verschil is tussen het spel wat wij toen speelden en wat wij het afgelopen jaar speelden, was dat wij de rebounden belangrijk moesten maken omdat tegenstanders daar oplossingen voor gingen bedenken en heel veel druk op de rebound gingen geven. Dat is dus het nadeel op het moment dat je de rebound te belangrijk maakt. Kan je de rebounder als vierde spits heel moeilijk gaan gebruiken, omdat je dan heel snel voor balverlies lijkt. Daar zijn wij voor een jaar tegen aangelopen. Maar ook bij de Diamonds gaat de rebound, de 1, zoals we hem noemen, die gaat heel belangrijk worden gemaakt. En daar heeft Detlef eigenlijk veel over uitgeschreven, omdat dat in de 3-1 spel voor jullie heel belangrijk gaat worden. Ja, ik zou graag willen beginnen met een stukje, dat is dan eerder voor jullie, ik kan het zo kort mogelijk houden, meten is weten. En we zijn wel heel veel bezig over de korfbal, maar weten we het eigenlijk wel. En dan moet ik toch vaststellen dat we het eigenlijk gewoon niet weten. Omdat er te weinig gegevens beschikbaar zijn over korfbal. Wat schieten we nu? Of hoeveel rebounden hebben we? Of hoeveel aanvallen? Of wat is ons aanvalspercentage? Die zaken die weten we niet. Het is gewoon moeilijk eigenlijk om een goede strategie uit te dokteren. Laat staan om iets nieuws uit te dokteren of innovatief uit te dokteren. Dus ik denk dat de KWKB snel werk moet maken om objectieve cijfers te creëren, zodanig dat we niet aan de toog allemaal een idee hebben, maar dat we gewoon vaststaand de juiste dingen kunnen zeggen tegen elkaar in plaats van altijd maar. Ik denk dat het zo is. En jij me zegt van ja, ik denk toch dat het zo is. Ja, dat is vermoeiend, hè, want eigenlijk zou het gewoon moeten weten: het is wit of zwart. Hè. En dat hebben we nu heel weinig of veel te weinig. Ik denk toch dat we ermee aan de slag moeten. De 1 positie, dat van Johannes, we hebben al een aantal keer de 3-1 geoefend en we zagen op een gegeven moment direct problemen. Onder andere bij jullie in het vak, je hebt dat zelf aangegeven. Met Brent toen, dat je in het vak stond, dat we te snel balverlies hadden. En dat we dan de rebounder toch belangrijk moesten maken. Ons schotpercentage en ons spel is momenteel natuurlijk niet goed genoeg om echt vol te investeren in de 3-1 en, zoals Johannes zegt, de rebounder ondergeschikt te maken. Dus wij moeten echt er een zaak van maken dat we de reboundpositie sterk maken, goed maken in de 3-1, en dat is niet gemakkelijk, om aan ons 2 of 3 schots per schoten per aanval te geraken. Dus de rebounder, die is bij ons wel heel belangrijk, nu nog, en dat zullen we het later wel zien. Wij hebben afgesproken dat we per 5 aanvallen 2 doelpunten gaan maken. Gewoon toch proberen. Hè? Dus elke 5 aanvallen en wij zitten gewonnen. Je voelt direct
Scoringspercentage is dus heel belangrijk. Hoe beter je schiet, hoe meer kans dat je hebt om te behalen. Maar ook het aantal rebounds is er belangrijk in. Hoe meer ballen dat wij dus kunnen vangen, simpel gezegd, ja, hoe meer dat we kunnen proberen. En hoe meer kans dat we hebben om veel doelpunten te maken per 5 aanvallen. En dat gaan we proberen om ook in onze trainingen altijd maar terug te brengen. Per 5 aanvallen moeten we 2 doelpunten hebben gescoord. Iedereen voelt dus ook aan dat balverlies of slordig spelen, dat dat een probleem is, hè, als we die eigenschap voorop stellen. Goed. Wij gaan starten. Wij gaan per 3 of per 2 op de korf staan en we gaan opwarmen. Ik kan Johannes hier nog wel wat verder aan de slag. En dan we starten met de opwarming die we heel veel doen. Thank you.
Thank you.
bal onderscheppen. Is wisselen. Dat maakt niet uit of dat na het schot is of niet. We moeten zorgen dat ze de bal houden. Ja, dat zie je. Jordan moet hem weghalen. En gaat weer opnieuw. De voorwaarden blijven dus altijd binnen. Zodat de snel mogelijk de schot kan halen. Thank you.
Lisbeth zat twee keer in en twee keer had jij een doorloper eruit kunnen scoren. Door of een heer naast je te roepen of bij op een heer te spelen en te gaan. Wat me opvalt tijdens trainingen, wat ik de afgelopen twee weken gezien nu ook, die zijn al eigenlijk gericht op van waar je naartoe moet lopen. Niemand kijkt eerst naar of drinkt zijn tegenstander naar de korf, laat hij een keuze maken en anticipeert erop. Tegenstander lezen. Dat is een proces wat ik jaren ga doen, maar hoe meer je dat gaat doen, hoe meer voordeel je eruit kan halen. En dat viel mij wel op, zeker in het laatste stukje. Tegenstander lezen wordt nog heel minimaal gedaan om daar je voordeel mee te doen. Je had daar twee keer over kunnen anticiperen, dat was een mooi voorbeeld. Dat is me opgehouden, de rest gaat wel goed. Baltempo blijft essentieel, we hebben er nog wel heel veel plaats over gemaakt. En voor mij de driehoek in de 3-1 is heel belangrijk, omdat je de passie daardoor uiteindelijk mag vervoeren. Is denk ik heel veel winst in te halen bij hetgeen dat jullie spelen. Dat is geen wat is met mij zo. Drie tegen 1 of 4 tegen 4. Uiteraard steun verboden. En binnen je spelconcept zo snel mogelijk te scoren komen. Doorlopers mag. Je kan ze uit de korf nemen, mag als de rebound dan weer wordt ingevuld. Dat is een kleine variant, dat is wel iets wat je waaruit je kan halen. En de verdediging, eigenlijk als net een protestie, dus heel veel druk.
Lees je tegenstander. Laat je niet naar buiten drukken. Dat vond ik bij jou heel goed. Hij pakt de bal, stapt naar binnen. Laat de tegenstander op hem komen. Waardoor je eigenlijk heel veel mogelijkheden naar binnen, naast je spelen, naar binnen lopen. Dat je meer opties creëert. Laat de tegenstander op hem komen. Ja, dus 3-1 spelen. Geen steun. Je start met 4-0 uiteraard. Het is 4 tegen 4. Start met 4-0. Rebound in de villa. En zorg dat je tot scoren komt. Doorlopers van. Schiet hem af. Succes. 4 tegen 4. Pakken. 4 tegen 4. Hij zit 4 gewoon in. Tegen hetzelfde. En dan kunnen zien. Thank you.
Thank you.